Ja, maar hij kijkt niet graag naar zijn oma. Nee, hij kijkt uit naar ja, wel. Nee, niet ach, echt. En wat is neef? Serco. Aha. Tuola on Serco Martin. Pico Hulu. Hey Mart, lach eens naar de camera even. Mart. Oké. Okay. Deze kan je van heel dichtbij filmen. En dat is Gizo. Dit is onze puzzelclub vandaag. En dat is nou Jurgen. Jij hebt vast de winter gemist hier in Nederland. Dat is ook op zich wel leuk eigenlijk. Oh, hij pikt door. Heeft de bomen met de takken eigenlijk. Doorwilgen. Die is echt wel zo, hij bijna kan wel. Maar jij hebt niet zo'n vlog gehoord, je hebt hem daar opgeslagen. Een kastuaris. Jullie zitten helemaal verkeerd. Ja, weet ik. Oh, hij valt lekker in slaap. Heb slaap. Heb slaap. Ga lekker slapen. Ja, maar hij kijkt niet graag naar zijn oma. Hij kijkt uit naar hem. Ja, wel. Nee, niet echt. Hij doet van de grote koren. Alleen kan hij zien dat hij slaapt. Nou, dit is een Malibu. Dit is een tropisch drankje. Oh. Ah, jij maar, hou ik me vast. Ah, ja, even, man. Nee, dat is leuk voor de Verlina de Mol, delen wit geld, ja? Ja, weet je? Lekker lees. Nou, een mooie kleuren, hè? Hier. Ja? Kom even in, of niet? Doe het nog eens, Gizo. Martin, ga jij een beetje naar achter? Krijg hem ouder. Doe het nog eens, Gizo. Ah, één keer, joh. Wat? Nou, wat je net deed? En dan moet hij hebben. Hebben we Kasparis al gevonden? Is die gefrustreerd of zo? Leuk zak, wat doet hij dan? Maar laten we ook jouw spenie uit je mond halen. Jij weet niet wat voor spenie ik leuk vind. Nou. Waar is het de boterham? Martin, boterham. Ik voor je. Dat daar. Nee, ja, daar is een boterham. Hey, Erik ontmoet zijn soortgenoot. Ga maar. Ja. Hoi. Dat ik hou van Bea. Daar is de film hoor. Daar is de film. Jessie. Waar gaat even de inhoud van zijn hond zien? Ja. Dat doet hè. Dan gaat er zo meteen echt wat gebeuren. Dan ga je 10.000 gulden winnen. Oh, niet zo dichtbij hoor. Dat ziet er niet uit man. Dat is Jurgen achter die camera. Ligt hij helemaal in de stuip? Wat een rotkop. Zo. Erik. Kom maar, Erik. Kom maar, Erik. Niet weglopen, Erik. Erik, kom nou. Erik. Kom maar. Oh, wat een leuk. We zijn er niet lekker, precies. Jullie allemaal nog zo goed. Hé, hey, kijk, wat zijn de woorden, hoor je vaak. De pinguïns. Hoe komt het dat pinguïns veel dieper in het water liggen dan andere zwemvogels? Omdat hun poot helemaal achteraan lijkt. Het. Neem je nu op, ja? Ja. Gek, hij zit aan je lens. Had hij maar geen lens moeten worden, hè?
stom dan, joh. Zo zonde hoor, zo'n vliegje. Je loopt hier al een ander op. Wow. Huilen. Zijn ogen zijn nog dicht. Nee, die zijn ook pas net uitgekomen. Een lekker leven zo. Gerechten. Zoals? Ja, ik wil Oh ja, gebraden kip, dat kun je ook zeggen. Maar je gaat niet erg hard. Dan blijf je denk ik op die rechte stukjes. Eerst inleveren. Ja, maar we gaan nog even verzinnen, toch? Hartstikke leuk. Zo leuk, hè? Super. Ja. Kom mee, Nick. Ik ben er nog een keer. Komende weken te water gelaten worden, waardoor de mensen hun vrije tijd weer op deze plassen kunnen rondbrengen. Aan de linkerzijde ziet u zo dadelijk achter het witte bruggetje een half afgebroken watermolen. Deze molen is eens door de bliksem getroffen en heeft hem toen in de polder aan de pijl in de polder op die grote Er staat een gelijknamige vrouwengeestmolen. Deze molen is gebouwd in 1795. In 1955 is deze molen geheel gerestaureerd. De molenaar is Vrolijk. Rechts ziet u een van de laatste boot, zodat de mensen die daar wonen hun eigen boot achter het huis af kunnen meren. Die jachthaven is aan de voorzijde afgesloten met een brug en een hek, zodat er alleen. Laat ze even verkeerde Dat is met die gele strepen, is het oude gemaal is totaal gerestaureerd aan de buitenzijde. De binnenzijde is nog wel druk bezig om het weer helemaal in oude staat terug te brengen. Deze gemalen verzorgen dus de pijl van het
via een ambachtspolder. We verlaten nu Alphen aan de Rijn en varen het plaatsje Wouwbrugge binnen. Het eerste huis op de Windharp. Dit huis is totaal gebouwd keuken optrekjes. Deze huizen zijn voorzien van zwembaden, sauna's en alle mogelijke. Aan de linker en de rechterzijde ziet u ze dadelijk de jachthavens van de firma van Wijk. Deze firma is vooral bekend jachten en motorcelers. In samenwerking met de stad aparte zij later. De haven aan de linkerzijde zijde is een passantenhaven en een vaststellingsplaats. De jachthaven aan de rechterzijde achter de kraan is de verkoophaven voor gebruikte jachten. De plekjes die u ziet, is niet de dag van de jacht. Achter de jachthaven aan de rechterzijde ziet, is de verleden ambtswoning van de burgemeester van Wouwbrugge. De organisatie van de gemeente is het huis te koop gezet. Heeft 14 dagen te koop gestaan en is verkocht voor 650.000 gulden. Hey oma, zie jij je blootje? Nou, dat is te warm. Bij de rode wangen, ja. Hey Cramps! Hey Cramps! Hallo! Hoppie. Die hebben ze. Ze zijn zoet vandaag. Ja, ja. We moeten allebei even bij. En dan kun je hem vastzetten aan zijn kleren, dat hij moet nog even pauze. Hij krijgt krullen hoor, echt waar. Hij krijgt krullen, wat gaat het hart joh. Maar kraaien, dat is allemaal een beetje. Maar zijn er nou een klusje? Ik zit hier.
Van H, Holland, die lijnen, Eloy zet. En het is een zo gast, denk ik. Alleen zorgen ze een kopje thee. Maar die doen al de derde klas met hetzelfde teken. Ja, zij zeggen, heb je nou genoeg gegeten? Hoe moet je zich nog voelen? Mikael. Waar zijn we? Maar zij zeggen,